Al is de winter dit keer vroeg, we hebben toch niet het hele jaar sneeuw en ijs. En om in ons land te oefenen voor skiën en schaatsenrijden is vindingrijkheid nodig. Heer Hugo Waard had al zijn skischans van plastic borstels met verrassende mogelijkheden, maar nu heeft men daar de hulp van plastic ook ingeroepen voor een schaatsenbaan. Plastic platen van 1,5 meter breed en 25 meter lang werden op een betonnen ondergrond uitgerold en tegen elkaar aangesloten. Art Schenk bekeek de schaatsen die hiervoor zijn ontworpen met aandacht. De op een speciale manier geslepen wieltjes zijn daarbij van grote betekenis. De heer Noels, die zowel het skiën op borstels als dit schaatsen heeft mogelijk gemaakt, kan tevreden zijn. Het gaat voortreffelijk. De snelheid en de wendbaarheid benaderen het schaatsen op ijs opmerkelijk. En het systeem maakt het inrichten van schaatsbanen overal mogelijk. Ook Rudy Liebrechts kwam de mogelijkheden van het schaatsen op plastic bestuderen. En hij kwam tot de conclusie dat overstappen in bochten weinig snelheidsverlies kost. Op deze manier beoefent men in heer Hugo Waard nu intensief de wintersporten.